Goedemorgen lieve mensen, mijn naam is Ira en dit is mijn allereerste vlog. Vandaag hebben we iets superleuks op de planning staan, het is zaterdag. En vandaag staat de Zomerkriebels Festival op de planning. Nou ben ik daar zelf nog nooit geweest, dus ik ben zelf wel erg benieuwd. Maar nou ga ik daar niet vandaag als een normale festivalganger heen. Ik ben namelijk presentatrice en samen met mijn vriend en mijn beste maatje hebben we ons eigen mediabedrijfje. Dus ik ga jullie vandaag meenemen, ik laat jullie alles achter de schermen zien en ik hoop dat jullie het leuk vinden. Oké, we zijn onderweg, gepakt en bezakt. Ik heb mijn rugzak om, de jongens hebben hun koffers bij. En daar heb je Loek en Jeroen. Jongens, zwaai is even leuk. Yay. Oké, we hebben nog niet ontbeten, dus we moeten nog even een ontbijtje halen. En dan gaan we door naar Zomerkriebels. Dat moet ook gebeuren. Maar hij is een beetje boos, want er reed net een man heel hard en ik ben net bijna aangereden. Dus het gaat allemaal maar net goed. Ik ga nu lekker broodje halen. Dit is mijn lievelingstankshop, want hier hebben ze de allerlekkerste broodjes carpaccio die bij een tankshop kunt krijgen. Dus ik ben helemaal blij. Tadaa! Nou, dit is hem dan, het lekkerste broodje carpaccio. En een greentje erbij, want dat vind ik super lekker. Is het lekker jongens? Oké, we hebben net lekker gegeten, mijn buikje is weer gevuld en we gaan nu door naar Utrecht. Wacht op jou, Rit. Oh yes, dat is waar, ik moet er eerst in. Sur la route. Sur la route. Dat ging echt maar net goed. Hoe lang is het nog rijden, jongens? Het is, om precies te zijn, 48 minuten rijden. Oké, dus we moeten nog wel even. Momenteel regen, dat is eigenlijk best wel kut. En ga. Bij de redder blijft het droog. Dus dat is alvast een goed teken. Oh nee. We hebben file. Ah. 16 minuten vertraging. Jezus. We zijn er bijna. Alleen we kunnen niet echt goed vinden waar we heen moeten. Als het goed is hebben we een goede parkeerplek. En mogen we helemaal doorrijden tot aan de ingang. Dus het zou wel echt ideaal zijn. We hebben de auto geparkeerd, alleen dit is blijkbaar niet de juiste parkeerplek. Dus we hebben even iemand van de organisatie gebeld en we worden zo opgehaald en die begeleidt ons naar de juiste parkeerplek. We hebben net onze bandjes gekregen. Twee onstage bandjes en een backstage bandje. Yes. Voor het filmen. Zit er nog meer in? Even kijken. 3 keer diner en 3 keer lunch. Nou, dan gaan we nu op zoek naar de goede parkeerplek, want we staan hier blijkbaar niet goed. We mogen het terrein oprijden met de auto, dus dat is wel relaxed. Dus ik zou zeggen, let's go. Yeah. Toch jongens? Yeah. Mag wel een beetje enthousiast hoor. Yeah. We hebben er heel erg veel zin in vandaag met dit mooie zonnige weer. Het is echt helemaal top. Klein probleempje, het regent pijpstelen momenteel. En de enige plek die we hebben om te zitten is in de auto. We hebben geen cabine of hokje wat we normaal gesproken hebben waar we onze spullen kwijt kunnen of even ons kunnen terugtrekken. Dus we moeten alles opbouwen uit de auto. Maar ja, onze cameraapparatuur kan niet tegen regen. Dus ik denk dat het even wachten wordt totdat het droog is. En Luc heeft blijkbaar toch een hokje kunnen fixen. Dus dat is echt super fijn dat we in ieder geval niet in de regen hoeven te staan. Dat scheelt. Dit is ons hokje voor vandaag. Er staan wel een paar bladblazers en er ligt wat gereedschap en een paar harken en zo. Maar maakt op zich niet uit. Ik ben al lang blij dat we lekker droog zitten en al een plekje hebben. Dus dat is super fijn. Oké, de jongens die gaan nu alles opbouwen. De drone in, de stabilizers. Ik ga mijn microfoontje klaarmaken en dan kunnen we gaan opnemen. Dit is hem dan. Naast jullie is dit mijn beste vriend van vandaag. Jongens, zijn jullie er een beetje klaar voor? Nog niet. Nog niet? Hebben jullie er wel zin in? Uiteraard. Luke is momenteel de Ronin aan het installeren. Want iedereen denkt dat wij zulke goede cameramannen zijn. Maar dat valt allemaal best wel mee. Dat valt reuze mee. Nee. 1, 2. Cool hè, dus wat je ook doet, die camera blijft steady. Momenteel lopen we het festivalterrein op, want we gaan even het report opnemen. Dus we introduceren het festival en daarvoor hebben we Luke en Jeroen. Luke moet ook een stukje praten. En Jeroen, waar ben je stilten? Die gaat alles filmen met de Ronin. Misschien ook wel leuk om te laten zien aan jullie. Zo ziet namelijk de backstage van de mainstage er vandaag uit. Hier kan je omhoog. En zo kom je het podium op. Eerste indruk van het festivalterrein.
Nou, ik moet zeggen, ze zijn nog druk bezig met de laatste dingetjes opruimen, opzetten, opbouwen. Maar op zich ziet het er al best wel leuk en gezellig uit. Kijk, en nu gaan Luke en Jeroen gaan het stukje report opnemen. Het is vandaag zaterdag 1 juli 2017. We zijn in Papendorp, een dorpje net onder de rook van Utrecht. Dus ja, zo zijn we een beetje bezig en dit doen we altijd voordat het festivalpubliek er is. Omdat anders de muziek of ja, de muziek van de stages al aanstaat en dan is er eigenlijk geen doen. Take 2. 3. Nee, 2. 3. Ik weet even niet meer. Oh ja, ja. Zo hebben we bijvoorbeeld een stage. We hebben net de intro opgenomen en we gaan nu weer even backstage. Denk even een bakje koffie drinken. Even relaxen voordat het begint. En zodra mensen komen en de artiest gaan draaien, gaan we filmen. Even onze lunchbon uitgepakt. Dus we gaan even een hapje eten. Het is 12:30, dus een goede bodem leggen voordat het feest begint. Ik heb een banaan. Een broodje frikandel en een broodje met kaas. Lekker jongens. Momenteel lopen we even een rondje over het terrein en zijn we even aan het kijken welke stage je gaat filmen. Sowieso de main stage natuurlijk, omdat het een house stage is. De meeste pakken ook nog een hardstyle stage erbij, alleen die is er vandaag niet. Wel een hardcore stage. Alleen vaak kijken we ook naar de lampen en het vuurwerk en hoeveel licht en CO2 er is. Want dan wordt je video natuurlijk ook veel beter van. Dus we zijn even een rondje aan het lopen. We zijn net bij de Urban Tent geweest, maar dat was het misschien niet helemaal voor ons. Dus we gaan even verder kijken. Misschien dat de Insanity of de Latin Lover stage iets is. We lopen hier, maar we lopen in de regen. Dus ik hoop dat het nog beter wordt, maar het voelt vast goed. Jongens gaan even munt halen. Omdat ze een biertje willen drinken. Ik kan het. Ja, maar. Jongens, wat gaan jullie halen? Pils. Pils? Pilskes. Een poppenbiertje. Pilskes. We gaan voor poging 2. Net regende het heel hard en nu is het een beetje opgeklaard. Het is wat warmer. Dus ik hoop dat het nu... Maar ik voel nou eigenlijk wel weer dat het weer harder gaat regenen. Ik denk even dat... wel een Dutch Dance Report, gaat niet over roos. Nee, ik denk dat we weer terug kunnen jongens. Of gaan we het proberen? Het begint wel echt weer hard te regenen. En we hebben al die camera's bij. Die. En Luo, jij hebt. Ja. En mijne kan ook niet tegen regen. Dus we staan nu te schuilen onder de partytent, achter de mainstage. En hier staat ook altijd een koelkast, zoals je kan zien, met allemaal drankjes voor artiesten. Met een fles, Smirnoff, frisdrank, water en bier. Wat is er? Ja, goed. Alles in de gaten. Kijk hoe het er naartoe gaat. Oh, ik deed niks hoor. Nee, tuurlijk. Ga je gang. Oh, dat verschilt nog goed. Ja, dit is dan de stage manager. Die staat hier altijd achter een stage. En hij regelt zeg maar wie mag en hoe lang. En dus je moet eigenlijk altijd voordat je de main stage opgaat met de kamer, moet je altijd op die manier in dit geval vragen hoe lang je de stage mag en of je er gaat. Ik ga de draaimolen. Ik ga erin. Ja, we willen even vragen. Oh, mag dat? Mag hier voor je? Yes. En die jongens die zitten ook in de draaimolen, die zijn ook in het film. Dat was hem weer. Ik ben wel echt een beetje dizzy, echt niet normaal. Kijk wat ze hier hebben. Niks misgegaan, helemaal niets. Oh, ja, cool. De stroom voor de keuken was niet goed geloof ik, want de rijst is te hard gekookt. Ja, dan krijgen wij de schuld dat de stroom te ja, hard dat ging. Heb ik ook gemerkt. Daardoor was de rijst niet helemaal gelukt, maar oké. Okay, ja, ja, ja. Voor ons was die rijst goed. En nu? Wat gaan jullie nu doen?
Dan gaan we naar de keten, naar de andere keten gaan. Voor de stage staat Sick Individual starten en Sylvie Francis is nog aan het rijden. Ik ga snel een kijkje nemen. Oh nee, we moeten nog report opnemen. Alleen nog report, dus zijn we klaar. Ja, het festivalterrein loopt nu leeg. Iedereen gaat naar huis. De artiesten zijn klaar, die gaan ook naar huis of nog door. En wij moeten nog report opnemen. Maar ja, het hoort erbij. Ik heb een microfoontje gepakt. En die jongens hebben nieuwe accu's gepakt. En we gaan nu nog het laatste report opnemen. En dan zit het ook op. En dan gaan we lekker in de auto. We gaan het report opnemen, jongen. Ik val weer op een plaats. Nou ja, dit gebeurt dus ook elke dag. Ik probeer dat nog een beetje te verbloemen, maar er gaat geen dag voorbij dat ik iets niet laat vallen of zelf niet val. Oké, nou ja, dit is hoe het festivalterrein er nu uitziet. Verlaten, leeg, overal van die plastic bekers. En we gaan nu, Jeroen staat al klaar, het laatste stukje opnemen. Ja. We hebben een hele kleine tegenslag. We hoefden nog maar één zinnetje en de camera viel uit, accu leeg. We hebben net alle accu's vervangen, maar blijkbaar niet goed. Dus Jeroen is nu terug om een nieuwe accu te halen. Laatste logisch weet altijd het zwaarst. Ze zijn hem aan het blazen. En nu ook, ja. Ze zijn zelfs al de bekers aan het wegblazen met de bladblazers. Dus kan je nagaan. Ken je DDR? It's a wrap! It's a wrap! It's a wrap! Op een gegeven moment... Wat wil je zeggen? Ja, dat ging niet zeggen. Wat dan? Oké. Niet voor herhaling van papa, maar goed. Oké. Let's go. Op naar de dichtstbijzijnde Mac. Yes. Wat nemen jullie jongens? We hebben een Meisterburger, die is echt lekker. Meisterburger. Het is wel wat rustiger dan normaal. Normaal is dat minder hectisch. Vandaag hadden we echt wel een rustige dag. We hebben maar één stage gefilmd, dat is wel lekker. Jeroen heeft zijn eten al, mij nog niet. Dat is lekker, Jeroen. Dankjes. Daar is ons eten. Rapine. Echt, Mac vind ik het allerlekkerste wat er is. Zeker op deze tijd. Ja, echt. Altijd. Ik ga ook eten. Ik heb hamburgers, kipnuggets en een McChicken. En cola en patatjes. Het was lekker. Ik zit veel te vol. Laat ze nog een uurtje naar huis en dan een lekker bedje in. Hey.
Wij zijn eindelijk thuis. Home sweet home. Het was een hele leuke en geslaagde dag. Vond jij dit nou ook zo'n leuke dag? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. En ik zou zeggen tot de volgende. Ik ga nu lekker mijn bedje in. Want wij zijn kapot. Doei doei.